15 keuzes en maar één spelregel. Je moet kiezen. Agenda of op de Bonnefoy? Agenda. Papier of digitaal? Ja, papier. Boek of film? Boek. Burgt of Pieterskerk? Pieterskerk. Leven of laten leven? Laten leven. Spijkerbroek of cocktailjurk? Cocktailjurk. Witte wijn of gin tonic? Hangt van de hoeveelheid af, maar witte wijn. Ondernemend meisje of powervrouw? Powervrouw. Op pad of op de bank? Op pad. Rembrandt of Casper Vaze? Rembrandt. Bandje of orkest? Groot orkest. Inspiratiesessie voor een nieuwe editie of lanceringsborrel? Lanceringsborrel. Chic restaurant of prakkie thuis? Chic restaurant. 2 of 3 oktober? 2. En nu mag je een paar keuzes even uitleggen. Ja, ik ben voorzitter van 3 oktober gilde. Maar op 2 oktober heeft het gilde de grote hutpotmaaltijd. En wij brengen met z'n allen, met onze leden, brengen we de centjes op voor de gezamenlijke hutpotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht. En daar zijn we heel trots op. En natuurlijk met 3 oktober vieren we met iedereen mee. Maar 2 oktober, dan zijn we als Leidse ondernemers verbonden in een mooie maaltijd. En dat vind ik een heel mooi moment van het jaar. Een lanceringsborrel, dan ontmoet ik onze klanten, onze relaties. Bij een inspiratiesessie, dan zit je met je eigen team. En dan komen we tot hele mooie ideeën. Maar ik wil ook heel graag de feedback hebben van de mensen waar we mee samenwerken. En dat zijn ook onze lezers, dat zijn onze klanten. En daar ben ik heel blij mee als die zelf ook met input en commentaar komen. Dat vind ik heel fijn. Ik vind dat de meeste vrouwen vind ik veel te bescheiden. En die wachten eigenlijk tot een ander zegt van ja, dat heb je eigenlijk wel goed gedaan. Ik vind dat we, als we het goed doen, dat ook best van onszelf mogen vinden.